Hey, een goedemorgen. Hey, een goedemorgen. En daar ook eentje goedemorgen. Wat dikkie. Hey. Ja, lieve vrienden. Het is weer maandag 6 augustus. Ik zou bijna jullie zeggen, maar het is augustus. Ik zou zeggen, weer een van harte welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de beestenboel. Nou ja, de beesten, die waren al aanwezig. Hier ook, 2 stuks. En de derde is nog net naar buiten. En de vierde, die zit daar voor de raam. Ja, en ik ben met koffie bezig. Zometeen even nog een broodje klaarmaken. Ja, hé, ja. Ja, ik moet eigenlijk, hoe laat leven we eigenlijk? Oh jee. 10:39, ja. Maar het is wel 6 augustus, want morgen is Karin jarig. Dus, als jullie willen, ga dan bij Karin op haar kanaal allemaal haar feliciteren. Ja, 7 augustus is ze jarig. Hiepe de piep, hoera! Maar in ieder geval, het is prachtig mooi weer. Mijn begeleider, die man, die komt zo weer. En dan zal die ook wel weer even met de klok bezig zijn. Want ja, die loopt nog steeds een aantal x minuten voor. En dat moet eigenlijk niet, hij moet gelijk lopen. Wat zien jullie er toch uit? Jij behoort rood te zijn, maar je hebt zwarte poten zo wat. Jeetje! Maar oké, maakt niet uit. Ik moet nieuwe douchegordijnen kopen. Want mijn ene douchegordijn is naar de Filistijnen gegaan. Dus ja, ik moet toch nieuwe halen dan. Hè. Dat moet even opmeten hoe lang ze zijn. En ja, dan zien we wel weer, hè. Ja, moet even meten. Nou, ik heb de centimeter al klaarleggen, dus dat komt ook allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie doen gaan in... Ja, wees blij, wees happy, we hebben mooi weer en dat kun je niet altijd zeggen hier. Oké, ja, we hebben de laatste weken droogte, droogte, droogte en iedereen maar klagen, klagen, klagen. Maar blij zijn is er niet bij. Wees ook blij dat we het hebben. Want als het straks weer regent, dan krijgen we weer chagrijnige mensen. Het regent, ik wil zon. Ja, nou en? Je had zon en toen was je ook niet blij. En ik zeg blij zijn. Ja, ik ben het ook. Woepie. Ja, en ik ben ook blij met mijn nieuwe armbandje die ik gisteren van Corrie heb gehad. Ik ben er helemaal blij mee. Ik ga vragen wat het me gaat kosten om haar naam bij erin te zetten. Ik moet toch of het einde van de middag of morgen eventjes naar mijn maatje toe, de goudsmid. Michael. En... Want deze moet even ingekort worden, dat die vlak onder mijn hartje komt van mijn ouders en het roosje van mijn mannetje. Daar moet hij onder komen. Hij is me nou te lang. Nou, dan vraag ik dat ook gelijk. Ja, toch? Maar oké, ik ga verder hier om mijn water heeft gekookt, even koffie inschenken. En mijn bril zak van mijn neus, ook dat nog. Voel me klaar. Zo, koffie. Ja, koffie, lekker koffie. En dan ga ik een broodje klaarmaken. En dan zou ik zeggen, geniet ze. Ja, nou, daar legt er eentje in de stoel, ons prinsesje. Daar legt mijn hondje. En het bezoek is net weer weg, want Astrid is geweest met haar dochter. En ook mijn huishoudelijke vertrouwde hulpie, ja. Die vertrouwd is met mij, is gelukkig weer geweest. Maar ja, die is enkel deze week en heeft weer een week vakantie. Dus het komt ook wel weer goed. En zover ik weet krijg ik andere week ook weer een andere vertrouwde hulp. En laten we dat maar hopen. Dus dat komt allemaal wel goed. En dan zijn de vakanties hier weer een beetje aan deze kant voorbij. Voor degene die ik zelf ken. Oh nee. Mijn mannelijke begeleider,
Die heeft 20 augustus vakantie. Is ook zo. Maar oké. Ik ga nog even Facebooken. En ik ga straks nog eventjes boodschappen doen, et cetera. Dus ik zou zeggen, geniet nog van jullie dag. Geniet ervan. Het is nog steeds prachtig mooi weer. Dus wat wil je nog meer? Ik vind het heerlijk. Ik zou zeggen, tot straks. Nou, mijn hondje heeft zijn kappie weer om. Ja, dat betekent dat ik dus wegga. Ja, ik zal mijn zonnebril nog even opdoen. En ik heb de boel klaar neergelegen op mijn bureau. En dan kennen we die kant op. Ik laat jullie dus wel thuis. Want even boodschappen doen. Dat eventjes genieten. Eventjes lekker weg. Ja. Ik zou zeggen, tot straks. Hé, hey, koeibus. Oh, dat was mijn prinsesje. Hé, hey. Hallo, koeibus. Kom eens, hallo man. Hé, hey, hoe goed je dan, hè? Nou dan. Warmpies, hè? Ja. Ja, lieve vrienden, ik ben dus weer thuis van weg geweest. Hé, hey, schat. Dat ik ga een bakje koffie voor mezelf maken. Ik heb een Bounty weer meegenomen. Ik ga vanavond lekker een happy eten klaarmaken. Mihoen, koring. Nou, gewoon Babi Pangang, gewoon wat je lekker vindt. En een eitje erbij. Dus ja, lekker, 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 lekker. En ik heb broodjes. En ik heb voor make-up is dat. Ja, gewoon voor make-up. Ik had geen water, geen dingetjes meer. Nou, brood, koek, spekkies, salade, voor mijn hondje, voor in zijn snuffelmat. Dus ja, dat komt allemaal. Ik ga zo meteen even opruimen tijdens een bakje koffie. En ik moet bellen, want ik heb telefoon binnengekregen terwijl ik weg was. Ja, en dan moet je even terugbellen. Ja, onder andere Karin. En dus ja, dat ik zal zo even doen, maar ik ga eerst even koffie maken. Dan heb ik geen herrie van de waterkoker om me heen. Dus ik zeg, geniet verder van je avond. Het is bijna avond. Ja, nog een half uurtje. Het is 6:30 op die klok. Ja, die loopt achter trouwens. Het is 17:35. Ja. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. En degene die gaan eten, eet smakelijk. En een fijne avond. En ik zie jullie. Na die tijd wel weer. Dus kom vanavond dan wel weer even retour. Ik zou zeggen, tot later. Ja, daar zitten de twee dametjes dan. Wachten tot er wat op de grond valt, of wat dan ook. Ja, en mijn hondje heeft al eten gehad. En die had nou eens een keer wat anders dan anders. Die had droge brokken met ei er doorheen en een eieren schelp. Ja. Is goed voor hem. Is ook goed voor zijn vacht. En dan krijgt hij wat kalk naar binnen. Dat is helemaal top. Maar ook, ik heb mijn eten klaarstaan. Mijn nihoen, of hoe heet dat ook alweer, die troep? Oh jee. Mihoen. Koring. Ja, krijg ik nog last van een vlieg. Bah. Mihoen met 2 gebakken eitjes. En dan die Babi Pangang saus. Lekker, lekker, lekker. En een wijntje erbij. En een koffie erbij. En daar zit mijn prinsesje. Ja. Dus ja, ik ga er lekker van genieten. En Geetje is er zo meteen kijken. De oude afleveringen, altijd leuk ook. Ja. En ik zou zeggen, tot straks. En geniet van jullie avondje. Ja, lieve vrienden. We zijn even buiten. Even op het terras. Ik hoop dat jullie me horen, want ik wil niet te hard schreeuwen, praten, hoe je het ook maar noemen mag. Hé, kindertjes. Het is heerlijk buiten. Ja, heerlijk, 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 hè? Ja, nou. Is lekker, hè? Ja, hè. Geef pootje, pootje. Pootje. Dank je wel. Oh, wat lief.
mij is het kerkpootje. Oh, moet ik zo doen. Krijg ik nog maar een pootje? Lekker ding, hè? Gosje. Ja, geweldig toch, zo'n hoopje, hè? Ja, maar we gaan gelijk ook afsluiten. Het is weer mooi geweest voor vandaag. En ik zeg welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En God zegen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Dat zou ik zeggen. Tot morgen.